dus alles moet eraf. En daar heb ik zo geen zin in. Hey! Ik baal er een beetje van, want ik had echt een hele andere planning in mijn hoofd vandaag. Ben ik zenuwachtig? Ja, weet je wel. Sergio die gaat mijn lievelings eten maken, althans eigenlijk beleg. Ja. Wij zijn heel erg benieuwd of jullie dat ook ontzettend leuk vinden om te doen. Het klonk niet goed. Nee. Nee. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Van de hele wereld. Welkom bij een nieuwe video. Van een nieuwe video! Wij zijn vandaag weer lekker met z'n tweeën. Fijn dat je zo hangt. Jessie, kut. Oh. En opa Gino komt zo meteen. En oma Petra. Oké, er gebeurt heel veel. En wij gaan even boodschappen doen. En dan gaan we even misschien naar de speeltuin. Wow, superleuk! Jazeker, let's go! Hey, terug naar de boodschappen. Hoppa! Wat heb je allemaal voor lekkers uitgekozen, Jessie? Ja, wat wil je nu eten? Worstjes! Ja, we gingen van bamisoep naar croissants, naar rijstwafel, naar worstjes. Ja. En twee pakjes drinken heeft hij op. Twee al? Ja. Wow! Daddy. Wat? Mag ik met worstjes? Wat? Oh, je maakt er gelijk een combinatie van. Wat zijn deze? Dat zijn paprika. Paprika smaak. Paprika. Heb je dat? Ja, ik heb het nooit op. Heb je dit nog nooit gegeten? Nooit gegeten. Oh, dat is heel lekker. Ja, Jessie vindt ze echt heel lekker. Ja, zij vindt het lekker. Nou, Jessie gaat lekker met oma mee naar de speeltuin. En wij gaan ons eventjes buigen over de rails. Want we hebben dus een railsstuk wat hier nog bij komt. Nu is het wel zo dat ik hier het opgang heb met twee... Ja, op een manier waar hoe het eigenlijk niet is bedoeld. En nu gaan we het dus zo hangen hoe het wel is bedoeld. En daardoor schuift alles hier en daar stukjes op en zo. Dus alles moet eraf. En daar heb ik zo... Zo geen zin in. Oh, dat moet niet. Dat is goed. We hebben een goede trap. Kan je erbij? Ja. Dat je kleiner was. Ja, je bent groot. Je bent wel wat gekrompen inderdaad, maar je kan er nog bij. Ik kan er nog bij. Nou ja, dus ik heb er echt geen zin in om dit te doen. Maar het moet wel gebeuren. Ja. Oké. Hatsenflatsen. Hatsenflats. Nou, dan gaan we even Wat heeft oma nou aan? Hey! Ja, dat is jouw sloffen. Ja. Even kijken. Nou, deel 1 hangt weer. Oh, nou, vind ik nieuw. Even kijken. Daar zit die dus op een andere knop. En dan komt dat gedeelte. Ja, en die daar zo. Op dat pinnetje daar. Dus dat is weer die knop. Nou, de rails hangt. We zijn nu druk bezig met de spotjes en de stroom die was al een paar keer uitgevallen. Omdat ik er toch ergens tegenaan zat wat niet de bedoeling was. René gaat met Jessie naar oma. En opa en oma is een cadeautje voor papa. Die gaan zo meteen naar huis. Oh, ik dacht voor Jessie. Ja, ook. Wat is dat dan? Uit Sicilië. Oeh. Dat is mooi, hè? Die moet ik zo. Dat moet ik zo doen. Vind je het mooi? Zo. Vind je het mooi? Ja. Een mooie stropdas. En ik heb ook. Het is een really Italian design. Oh. Ja. Klein ook. Ze is wanneer. Heb jij een sproetje op je neus? Ik heb gezegd 4 jaar. Dat is mama hem op. Ja. Oh, toch wel? Ja, laten we zien hoe het past. Ik ben met Siske de Rat, maar dan Siciliaan. De Siciliaanse. Hij staat wel leuk. Siske de Rat. Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, ik zag je blijven heel mooi. Kom maar.
Deze vind ik ook leuk. We gebruiken hier zo. Dat kunnen we altijd boven gebruiken. Kijk maar. Nee, laat het hier zo. Ik vind hem daar heel leuk staan. Ik heb ook zeggenschap. Ik heb de broek aan. Doe hem gewoon het kopje. Ik heb de broek aan. Nee. Ja, ik wil nog niet zeggen. Ik wil niks zeggen. Is het goed zo? Nee, doe hem op de koelkast. Ja, ik vind het heel mooi. Ik hou er wel van. Dat is een mooi bordje zo. Ja. Kijk, van Palermo. Met de kleur van Palermo. Even kijken waar even zijn... Met Trina Akria. Voetballend doet Palermo het niet zo heel goed. Rotsop. Nee? Niemand? Oké. Okay. Interessant. Zo, het huis is leeg. Rails hangt, had ik al verteld. Ik was bezig met de spotjes, dat gaat redelijk. Ik wilde heel graag koken met pa vandaag. Het is er niet van gekomen, helaas. Ja, ik baal er een beetje van, want ik had echt een hele andere planning in mijn hoofd vandaag. Maar ja, soms moet je er gewoon mee dealen. Ik ga wel eventjes het een en ander opzetten. Alleen lukt het mij nu niet qua tijdsmanagement om dat allemaal te filmen. Maar ik kan jullie wel laten zien dat ik een hoop lekkere verse producten heb. Ja, uitje, preitje, knoflook. Die ga ik even aanfruiten. En daar ga ik kwartelbouillon van maken. Ik heb hier lekkere kwartel... vleugeltjes. En die gaan we lekker eventjes aanfruiten. En dan lekker een bouillonnetje van trekken. Super gezond ook. En ik heb volgens mij nog wat pasta in de koelkast. Een knoflookje. Een uitje. Een bleekselderijtje. En dan lekker eventjes fijn snijden. Niet te fijn. Ik hou van lekker grof. Een bleekselderijtje. Normaal gesproken gebruik ik hier een koksmes voor, maar ook daarvoor ben ik nu gewoon te chaotisch en te druk. Om dat even snel te pakken. Terwijl het ook weer heel erg stom is, want zou ik dat wel doen, zou ik eerder klaar zijn. Maar ja. Eventjes snel... ringetjes. Nou, de olie zit er al in. Lekker, lekker! Zo. Even roeren. Mag dit lekker aanfruiten? Hou hem op hoog vuur. Hallo, hoog vuur. Zeg ik je. Goed zo. En eigenlijk kunnen we al vrij snel. Die erbij. Zo. Goedemorgen, ik ben lekker alleen thuis en dit geeft mij de gelegenheid om even rustig aan de slag te gaan met Albertine Muurglad. Deze ombouw is gezet, de gaten dichtgemaakt, ik heb het voorgestreken. Nu is het tijd voor een stuk. Het gaat er dus met een roller op, heel makkelijk. Tenminste, de omschrijving is heel makkelijk. Rollen en daarna gladstrijken met dit. Van beneden naar boven, dan van boven naar beneden, links, rechts, horizontaal, verticaal. Het staat allemaal op de emmer. Ben ik zenuwachtig? Ja, weet je wel. Maar ja, we gaan het gewoon rustig aan beginnen en proberen. En dan kijken we wel wat het resultaat gaat zijn. Ik ga eerst nog even genieten van mijn kopje koffie. Even goed bedenken hoe ik deze stappen ga afleggen. En dan moet alles goed komen. Hè?
Proost. En hopelijk komt het zo meteen goed. Nou, dat ziet er nog niet heel glad uit. Maar het ziet er wel nog redelijk vloeibaar uit. Ze moeten binnen een half uur verwerken. Dus ik ga nu maar met die strijker aan de slag. Fingers crossed. Want het is toch wel weer lastiger dan ik dacht. Zie hier het resultaat van mijn allereerste gerold stukte muur. Het is niet zo glad als dat ik zou willen. Maar als het zometeen bijna droog is, dan ga ik er met een vochtig doekje nog overheen. En dan hoop ik eigenlijk nog het een en ander glad te kunnen strijken. Ik weet niet hoe ik het zeggen. Aan de ene kant ging het redelijk. Aan de andere kant denk ik dat het handiger was geweest als ik een veel bredere strijker had gehad. Ik wacht het nog eventjes af, maar het valt op zich niet tegen. Ik weet niet wat René gaat zeggen. Maar ook met een kleurtje verf op straks, dan zie je het al een stuk minder. En als dit nu droog is, kan ik er nog één heel dun laagje op zetten om het af te werken. Dus er zit gewoon wederom heel veel tijd in. Ik ben ook weer thuis. En mijn lieve schat is heel hard bezig geweest met het stukken van de keuken. Dus dit wordt heel erg mooi. Maar het is heel veel werk, dat heb ik al gezien. Dus dat gaat nog een klusje worden, maar dat is het altijd. Alleen, Sergio die gaat mijn lievelings eten maken, althans eigenlijk beleg. En dat is namelijk zijn eigen gemaakte kruidenboter en eigen gemaakte pesto. En hij gaat jullie vertellen hoe hij dat gaat doen. Ja, daarnaast kun je het natuurlijk ook gebruiken voor sausjes of vlees in te bakken. Of in de soep als smaakmaker. Dus nou, heel makkelijk eigenlijk. Knoflook. Flinke teen. Ik heb twee blokken roomboter. We hebben een smaakmaker. Je kan ook groentebouillon gebruiken. Niet te veel. Veel. Ik heb hier rozemarijn. Die gaan we zo in de mixer doen. Ik vind het toch altijd lekkerder dan gedroogd. Maar die geur die er dan afkomt. Het lijkt wel een beetje op dennenbomen. Dennenboom. Rozemarijn, oh rozemarijn. Ja? Jouw takjes ruiken naar maneschijn. Ik dacht, oh zo fijn. Dat was wel toepasselijk. Ja. Wat? Oh nee, ik vond maneschijn ook wel leuk. Maar hoe ruikt maneschijn? Dat is ook wel, ja. Lekker mint, of munt. Eigenlijk is munt, hè? Want mint is geen blad. Wat is mint dan? Maar je moet ze kneuzen, jongens. Nee, kneuzen, als je een takje pakt inderdaad en je doet... En die doe je dan in je thee. Dan krijg je heel de aroma van het blad. Want dan kneus je het blad. Ja. Kneusje. Kneusje. Dus, er zit nu... Oh, er stond geen bakje meer. Knoflook... En rozemarijn en mint. Rosemary. En dit is voor? Dit is voor de kruidenboter. Oké. En dus twee blokken boter en een smaakmaker, aromafond, condiment. De basilicum gebruik ik echt alleen de blaadjes. Anders wordt hij een beetje bitter. En want als je een takje gebruikt, wordt hij bitter. Ja, wordt hij een beetje bitter. Oké. Dus en... alleen de blaadjes. Voor het, het meest lekkere resultaat. En ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Oh ja. Oh ja, ruikt lekker hè? Ik ruik echt al de kruidenboter die je maakt. Ja. En nou net wist ik het en toen ging jij weer iets vertellen. Oh, sorry. Toen wisten we het niet meer. Oh ja, van alle kruiden. Dus ik gebruik basilicum, rozemarijn, peterselie en munt. Gebruik ik basilicum eigenlijk het meest. Want rozemarijn wordt heel snel heel overheersend. Peterselie is een beetje lekker fris en om de knoflook een beetje te contrasteren. Nee, om te compenseren, die zocht ik.
En ja, de munt is gewoon ontzettend lekker in het geheel. Zo. Zoals je ziet doet hij er dus echt wel heel erg veel in. Een heel vol bakje. Wat ben je aan het roosteren? Ja, dit zijn pekannoten en walnoten, maar dat is zometeen voor de pesto. Oh. Ik heb een... dit zijn van de mannelijke knoflook. Dus je hebt vrouwelijk en mannelijk. Dit zijn die mannelijke. Die hele grote bollen. Dat wist ik ook niet. Een hele grote doe ik erin. Dus diegene die al ingekapseld zitten? Die teentjes? Ja, dat is echt zo'n knoflookbol inderdaad. En daar zitten van die teentjes in? Noem ze toch? Ja, die andere bedoel je. En is dat dan vrouwelijk? Dat is vrouwelijk, oh. Ja. Ja. Een soort van degene met de cameltoes. Dat zijn... dat ze... Goeie ezelsbrug. Dat zijn de vrouwtjes. Er zat een ezelsbrug, als iets helpt te onthouden. Ja. Ook best wel wat zout erin. Hierdoor een heel klein beetje olie in. Wat voor olie? Gewoon lekkere olijfolie. Dat het iets heeft om te mengen. Je kan ook de kruidenboter heel even in de magnetron zetten. En als die dan een beetje gesmolten is, om dat te gebruiken als... vloeibare substantie om de kruiden te hakken. Oh, dit ruikt al gelijk zo lekker ook, hè? Oh, heerlijk. Ja, dit ruikt wel heel goed. Hadden we ook brood in huis? Ja. Ja, die had ik dus gisteren gehaald om met mijn vader te doen. Maar ja, daar zijn we dus gisteren niet aan toegekomen. Deze dingetjes zijn heel fijn. Ze wiebelen een beetje mee. Ze zijn te flexibel inderdaad. Ik doe nog heel even wat boter bij in de mixer. Zodat de kruiden nog wat... fijner gehakt worden. Waarom dan? Ja, omdat ik... Ja, normaal gesproken, als je een magnetron hebt, maar die hebben wij dus. Dan kun je dit in de magnetron doen. En dan heb je dus een beetje vloeibare substantie en gewoon een zachte boter. En dan kun je daar makkelijk de mixer inzetten of gewoon de kruiden fijn hakken op een snijbord en dan dat er doorheen is scheppen. Aangezien we dat dus allemaal niet hebben, doe ik het even op deze manier. Het leidt meer wegen. Wie stopt dit er nou zo in? Doe ik dat nou? Ja. Stom van mij. Ik zit me ergens aan. Ik zou niet durven. Nou, ik moet wel zeggen dat sinds dat wij samen zijn, vanaf het begin tot nu, kun je wel echt al steeds meer in de keuken, toch? Vind ik wel. Van mijn zoon vindt mijn eten lekker, dus dan is het goed genoeg. Zo is het. Nou is die ook niet heel kieskeurig. Echt wel. Zo. Keep it simple is the key. Zo is het. Ja, dat is wel waar inderdaad. Als ik nog te ingewikkeld kook... Nou ja, het is heel raar. Het is wel heel erg... wisselende reacties op zijn eten. Hij vindt de laatste tijd heeft hij niet zoveel met vlees. Nee. Maar bijvoorbeeld een lekker wit visje of zo. Ja. Ja, dat kan hij wat meer waarderen. Wit visje, garnalen vindt hij sowieso heel lekker. Ja. Heb je een keukenmachine, kan je er daar ook in doen. Gewoon met een goede garden. Dan moet je een kitchen eten. Het is wel leuk om dat volgend jaar misschien een keer aan te schaffen. Zo'n mooie retro keukenmachine. En de magnetron. Zo ziet het er dus nu uit. Dit gaan we eventjes flink door elkaar husselen. En dan is hij eigenlijk klaar. Dus ik zou zeggen, zet de oven aan en bak je brood. Goed bezig. Daarnaast leek het mij leuk om, want in de supermarkt haal ik vaak zakjes waar dan zo'n afgeprijsde sticker op staat. De beruchte rode sticker. He, weet je nog zo, bij de Hoogvliet? Zeker. Die hebben ze dus bij de Lidl ook.
En nou, goed voor het milieu, hoef je niks weg te gooien, dat soort dingen ben ik altijd wel heel erg voorstander van. Had ik dus rucola gevonden. En van rucola kun je ook heel lekker pesto maken. Dus we hebben rucola. Ik doe er een beetje basilicum bij. Ik doe erbij een flinke teen knoflook. De mannelijke. De mannelijke versie. En zit er dan nog verschil in qua smaak? Ja, ze zeggen dat de mannelijke versie eigenlijk iets milder is. En dat is vrij logisch. Want wij mannen zijn gewoon een stuk milder. Een lekkere blok Parmezaanse kaas. Dit is de Reggiano. Parmigiano Reggiano. Uit Italië. Deze heeft de buurvrouw meegenomen. En ook als je dan dat stukje hebt waar nog wat aan de rand zit. Die kan er gewoon mee in. Geen probleem. Alleen wel zorgen dat die stukjes niet te groot zijn, want anders loopt je machientje vast. Hoe gaat het bij jou, schat? Zit er nou een haar in? Nee. Nee, dat is geen haar. Ja. Om je tanden mee te verlossen. Ik ben al lang blij dat ik nog haar heb om uit te vallen. Nou ja, zoals jullie weten willen we dus binnenkort beginnen met de hele leuke kookavondjes, programma's, live, samen met jullie. Maar nu hebben wij daar nog geen naam voor bedacht. En ik dacht, misschien is het nou leuk dat jullie samen met ons een naam verzinnen. Dus, Oké. Okay. Lieve volgers, het is dus de bedoeling dat wij hier een hele gave kookshow gaan houden. En het is dus niet alleen met koken, maar ook is het de bedoeling dat we er muziek bij gaan doen. Het is de bedoeling dat we naast dat we ook gewoon kookvideo's op gaan nemen, ook live cooking video's gaan doen. Ja. En wat houdt dat in? Wij gaan op een bepaalde dag gaan wij live samen met jullie. Ongeveer een week daarvoor zullen wij een boodschappenlijstje doorgeven aan jullie via onze community, zodat je die kan kopen. En om een bepaalde tijd gaan we met z'n allen live samen koken. En dit willen we gaan doen met een gast. En dit kan dus bijvoorbeeld een artiest zijn. Of een van onze gezamenlijke influencers. Nou, in ieder geval leuke gasten zijn we van plan te laten komen. Of wij zelf, want wie is er nou leuk? Dan wij twee. Maar we gaan met diegene samen koken. En we vinden het dan leuk om te kijken wat vindt diegene nou ontzettend lekker en leuk om te koken. Ja, dus dat is zijn favoriete gerechtje. Precies. En stel of nou, een gerechtje met een mooi verhaal. Of een gerechtje met een mooi verhaal, inderdaad. En nu is het dus de bedoeling dat als we met diegene gaan koken, en stel nou dat het een muzikant is of een zanger, dat die nadat we klaar zijn met koken en jullie lekker kunnen gaan eten, hij of zij gaat optreden. Of als het een influencer is, zal ik of iemand anders de muziek verzorgen. Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat jullie zelf hebben gekookt, maar vervolgens lekker gaan eten met onder begeleiding van een lekker muziekje, alsof je in een restaurant zit. En het is natuurlijk superleuk dat we tijdens het koken ook met jullie kunnen sparren en dat jullie vragen kunnen stellen. Dus dat is het conceptidee. Wij zijn heel erg benieuwd of jullie dat ook ontzettend leuk vinden om te doen. Ons lijkt het tenminste helemaal te gek. En ja, ik denk dat het nog niet echt eerder is gedaan op die manier. Op die manier? Nee, volgens mij niet. Nee, maar nu zoeken we natuurlijk nog een toffe naam. Een toffe naam voor dit concept. Ja. Dus samen koken, live koken, samen met in combinatie met muziek. En gasten. Ja, laat ik een eerste ideetje oppen. Koken zonder sterren. Koken zonder sterren. Bijvoorbeeld. Ja. Of Uh,
Ja, dus daar hebben we jullie voor nodig. En we zijn ontzettend benieuwd. En wie weet gebruiken we wel in jouw naam voor het concert. Ja. Nu verder met de pesto. Nou, alles zit in de molen. Wat is alles? Nou, je hebt er van alles in gedaan, maar niet meer verteld. Wel. Knoflook, basilicum, rucola, parmezaanse kaas en olijfolie. Olijfolie, had ik nog niet gezegd. Nee, toen was je aan het praten, maar dat hebben ze wel gezien. Toen deed ik zo. Gewoon extra virgin olijfolie. En dan is het dus even een kwestie van de aanhouder in. Dat klonk niet goed. Hij is kapot. Hebben wij weer. Is de kruidenboter goed? Ik denk het wel. Ja? Ja. Ja, want het is ook wel echt dat je zegt van... Als je met z'n tweeën bent, moet je het ook echt met z'n tweeën eten, want anders kan je beter in een andere kamer liggen. Maar goed dat ik nachtdienst heb. Deze is heerlijk, dus die ga ik nu in de koelkast zetten, denk ik, hè? Of niet? Nou, niet als jij daar zo meteen... Goed plan? Nee, Jessie, dat is geen goed plan. Oké, dan zetten we hem gewoon hier. Ik denk dat jij de oven even aan moet zetten. Ik denk het ook. Wel weer typisch. Typisch ons. Maar niet nog eentje. Dat is wel grappig. Deze heb ik dus al sinds mijn eerste zaak van toen ik 21 was. Wel zelf nog even een stroomdraadje aan moeten zetten. Maar voor de verder rest is hij dus gewoon niet kapot te krijgen. En tot nu toe is het elke keer dat er van alles stuk gaat, behalve die. Nou, echt niet om reclame te maken. Want het is niet dat ik nou heel graag bij Brown wil werken, zoals Jinek bij de Kruidvat. Maar deze is dus gewoon niet kapot te krijgen. Als jij nou eens eventjes deze zo vasthoudt. Super! Echt heel goed van jou. Wat doe je er nu ook weer in? Pecannoten en walnoten. Even lekker droog geroosterd in de pan. En doe je dat dan met olie of zonder olie? Nee, droog. Dus dat is zonder olie. Gewoon een raffeltje zo in de pan. Okay. Niet te hoog vuur, maar best wel even opstaan. Het zit hem in de details, hè? In de details. Ja, ik zat nog te denken, ga ik dit nou verklappen of niet? Want nu heeft niemand mij meer nodig. En kun jij ook je eigen kruidenboter maken. Dus ik dacht van... Je zit op het randje, ja. Van een echtscheiding, inderdaad. Ja. Maar hopelijk heb je me nog meer nodig dan alleen voor de kruidenboter. Ja, voor het stukwerk. Voor het stukwerk. Ik ben blij dat jij het wel leuk vindt. Nothing goes to waste. Snap je? Zo. Nee? Niet voor niks rode stickers. Klein beetje zout. En weer een beetje van die lekkere smaakmaker. Wauw. Oh, er staat wat in. Schattie. Ik geloof dat die wel weg kan. Sinds wanneer staat die erin? Vorige week of zo? Nee. Nee. Ja, nothing goes to waste. Kom maar, ik eet hem maar wel. Ja, over te veel dingen tegelijk doen gesproken. Ik ben dus gewoon een hele beenham vergeten in de oven, al zeker een week geleden. Ja, oké. Okay. Wauw. Zo. Dit heb ik echt... nog nooit meegemaakt. Nou, nee, niet zo inderdaad. Dit doet je pijn, hè? Ja. Ja, dat is wel heel zonde, een dikke beenham. Gewoon compleet de prullenbak in. Kom maar huilen. Het is niet helemaal jouw bewust dit. Loop te besparen op rode stickers. Oh. Kootantjes. Ja. Ach.
Ja, waar ben je dan? Het ziet er ook niet echt meer helemaal... Er zit zelfs schimmel op, volgens mij. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar ik weet niet of het als schimmel is, maar... Het ruikt in ieder geval niet... Mena Benam. Oh, wat zonde dit, zeg. Nou ja. never a dull moment. Nee. Proef hem maar. Nou, gaan we eens even kijken. Zo. Ja, ik kom al binnen. In het begin denk je... Wow. Proef ik iets? En dan ineens dan... Komt hij door? Gelukkig wel, want anders had ik een afspraak met de huisarts voor je gemaakt. Er mag wel iets meer zout in, denk ik. Nee, maar ik had al verwacht dat je dat zou zeggen bij de kruidenboter, maar jij bent nogal een... Ja. Nee. Ja, hè? Maar daarom is dat belangrijk dat je blijft proeven tussendoor. Zeker. Maar deze is wel... Nog een beetje zout bij. Nou ja, en zo heb je dus in een handomdraai en voor niet al te veel centjes een lekkere pesto en een kruidenboter. En hier doe je echt super lang mee. Duimpje omhoog! Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En laat even dus weten of het gelukt is. Ja, ook dat is altijd super leuk om te weten. Als jullie het zelf maken, of het dan inderdaad ook gelukt is en smaakvol is. Ja. Maar in ieder geval, vond je dit een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. Zodat je alle video's meekrijgt die wij uploaden. En we zien heel graag jullie reacties. En zoals ik al zei, laat even weten of het gelukt is. Ja. En we zien jullie graag weer bij de volgende video. Ciao.